Woensdag 14 januari is het vandaag en om die alvast goed in te zetten en het wisselvallige weer toch eventjes te vergeten, heb ik opnieuw 3 gasten uitgenodigd op visite. Zo verwelkom ik als eerste een verwoede verzamelaarster van de oude Super 8 filmpjes, die we ongetwijfeld allemaal nog wel ergens in onze kast hebben liggen. En zij wordt opgevolgd door een kampioen in natuurijsschaatsen die afgelopen zondag in Aalter mocht zegevieren. En als kers op de taart krijg ik een man op de sofa die nu aanstaande zaterdag enkele spraakmakende prijzen zal uitreiken. Welke die juist zijn, dat vernemen we uiteraard strakjes. Maar niet zonder af en toe een aangekondigd bezoekje van onze kioskers. Want ook zij staan vandaag weer helemaal paraat met enkele kleine en grote nieuwtjes uit onze 3 verschillende regio's. Doe niets wat onkuisheid is. Vlucht het stelen en bedriegen. Ook de achterklap en het liegen. Wees steeds kuis in uw gemoed en begeer nooit iemands goed. Ik ken ze nog, mijn laatste 5 geworden. Meneer Pastoor mag dus nu op zijn beide oren slapen. Maar willen jullie thuis nog een opfrissertje? Wel, dan kunnen jullie dus vanaf nu zaterdag terecht bij het NT Gent. En mijn volgende gast veegde zijn laars, of moet ik zeggen schaats, aan het 4e gebod. Want afgelopen zondag kwam hij als eerste over de finish op het Open Vlaams Kampioenschap schaatsen op natuurijs. Het ijs is ondertussen volop aan het smelten, maar gelukkig voor hem lag afgelopen weekend de Kranenpoel in Aalter er nog goed bevroren bij. En daardoor kon na 12 jaar er het lang verwachte kampioenschap eindelijk nog eens doorgaan. Bij ons in de sofa zit dus niemand minder dan Sven Mallesy. Dag Sven, hallo. Blij dat je er bent. Hallo. Allereerst een hele dikke proficiat met je overwinning, hè? Ja, bedankt. Ja, heel graag gedaan. Hè? Onze trots zit hier. Hè? Ja. Ja, dat mag wel gezegd worden. Hè? Trouwens, er zijn nu enkele dagen voorbij nu al. En hoe voelt het nu? Want je bent wel degelijk Belgisch kampioen, hè? Ja, het moet zo nog een beetje doordringen, denk ik. Dus, nog altijd niet? Ja, het is zo mijn momenten. Als het zo eventjes rustig wordt, dan dat dringt het wel door. Maar het is al vrij druk geweest. Is het waar? Ja. En hoe waren de eerste reacties? Super. Van alle kanten, verwachte kanten. En van je lief? Helene? Ja, die was super trots. Ik ben ook wel blij dat ik dat kan doen voor haar, want ze steunt mij ook wel enorm. Is het waar? Ja. En de familie? Ook heel trots. Een vrij sportieve familie ook. Dus ze weten wat sporten is. Ja, want als ik mij niet vergis, coacht je onkel jou ook, hè? Ja, die komt vrij graag kijken naar een schaatswedstrijd. Heeft zelf nog de Elfstedentocht gereden. En ja, als die er is, kan die het niet laten om tips te geven en tijden door te geven. Dat is en zo. Toch goed? Het is mooi meegenomen. Ja, absoluut. En de kinderen op school, want je bent ook leraar. Ja, ik sta op hun reacties? Basisschool Sint-Jozef in Eeklo. En zowel de kinderen als de collega's als de ouders waren heel enthousiast. Waarschijnlijk super fier op een meester. Ja, ook wel fier. Er waren er ook een aantal aanwezig op de wedstrijd zelf. Die, denk ik, problemen met de stem hadden ze zondagmiddag, want die hebben staan roepen, ongelooflijk. Dus wat heel leuk, echt waar. Ja. Ook Pieter de Krem was daar aanwezig, hè? Ja. Van hem heb je het eigenlijk de medaille in ontvangst mogen nemen. Ja, dus die heeft de ceremonie achteraf gedaan. Maar die stond zelf ook op schaatsen. Schaatst ook niet onaardig. En zijn vrouw heeft zelfs meegedaan aan de recreantenwedstrijd. En hoe deed zij het? Ze heeft zich goed geamuseerd. Ja, ik snap het al. Oké. Ik heb me trouwens laten vertellen dat het maar pas jouw tweede wedstrijd was op natuurijs. Klopt dat? Ja, dat klopt. En je wint ineens. Ja, het was sowieso 12 jaar geleden dat er nog wedstrijden waren op natuurijs. Yeah. Dus het was voor mij de eerste echte natuurijswedstrijdperiode. Ik had ervoor wel getraind op natuurijs, als er eventjes een vriesprik was, op ijs van 4 centimeter dik soms, om dat gevoel toch een beetje te krijgen. Mm-hmm. Maar dan zaterdag de eerste natuurijswedstrijd in Goes in Nederland. De dag ervoor dan? De dag ervoor, ja. Dat dus, was de eerste keer? Dat was de allereerste keer, ja. Dus, Amai. En het beviel mij wel. Allee, je bent een echte krak. Ja. En zijn dat trouwens de schaatsen? Ja, dat zijn de schaatsen. De overwinningsschaatsen? De overwinningsschaatsen. Amai. Dat is vlijmscherp, zo te zien, hè? Ja, daar kan je wel je groente mee snijden. Ja. En trouwens, welke maat is dat? Want dat lijkt me zo groot. Schoenmaat 49.
meneer leeft op grote voet, blijkbaar. Ja, maar enkel op schoenengebied. En wordt dat nu speciaal voor jou gemaakt? Ja, dus er wordt een gipsafdruk genomen van de voet. Ja. En dan wordt die gipsafdruk gevuld met een soort houtpasta, zodanig dat er een model van de voet gemaakt wordt. En rond die modelvoet wordt de schoen gemaakt. Dus zodat die voet, de voet perfect in die schoen past. Ah, oké. Okay. Je hebt het zelf al aangehaald. Het was 12 jaar geleden, ja, hè, dat men op de Kranenpoel kon gaan schaatsen. Maar wat doe je dan intussentijds? Want allee, ik kan me inbeelden dat je toch wel moet gaan oefenen. Ja, nu het is zo dat er in België nog steeds geen goede ijsbaan is. We hebben de afgelopen weken mogen zien hoe populair schaatsen wel is in België. Ja. We hebben wel een aantal ijshockeyrinks, maar daar kan je op shorttrack doen, daar kan je op kunstschaatsen, kan je ijshockey op doen, maar de lange baanschaatsers en de snelschaatsers die hebben echt een 400 meter baan nodig en die is er niet in België. Oei. Gat in de markt dan? Een serieus gat in de markt. Ja, en wat doe je dan? Wat moet je dan ik doen? Ik moet uitwijken naar Nederland. In Nederland heb je om de hoek, om elke hoek bijna een ijsbaan. Heel dikwijls in combinatie met een zwembad, omdat de energie van het zwembad dan uit de ijsbaan kan gehaald worden en omgekeerd. Ja. En ik moet naar Breda gaan om te kunnen trainen. Ja. Naar Breda, dat is wel een lange afstand, hè? Dat is een drietal uur in de auto om 2 uurtjes op het ijs te kunnen staan. Amai, dat is niet niks. Dan moet je serieus wat voor over hebben. Ja. Als het schaatsen, of het schaatsseizoen eigenlijk achter de rug is, dan ga je dit doen? Skileren? Ja, inderdaad. Dat is een soort rolschaatsen? Ja, dat is de opvolger van het rolschaatsen, met snelheden die ondertussen bijna verdubbeld zijn. Zoals? Welke snelheid moet ik dan... De gemiddeldes in de wedstrijden gaan toch naar de 40 per uur. Amai, en in de eindsprint kan het naar de 60 per uur gaan. Jezus, man. Dat is behoorlijk snel. En doe je daar dan... je zit nu in het A-team sinds 2009, hè? Die A-team, zoals ze wel zeggen. Ja. Want je zit nu in een ploeg, hè? Ja. Ik zit dus in ook een... op topniveau, wat skileren betreft. Ja, het is wel echt jouw jaar. Ja, het is het jaartje wel. Dus in een Nederlandse ploeg, de Veste Powerslide, met allemaal Nederlandse ploegmaten, krijg ik dus de volle ondersteuning om echt tussen een aantal echte skillerprofs in Nederland mee te gaan rijden volgend jaar, in het seizoen 2009. Oké. Okay. Wel, als we op de hoogte willen blijven van jouw agenda of activiteiten, of gewoon de laatste nieuwtjes van jou willen weten, kunnen we terecht sinds kort, want je hebt een eigen website opgericht. Ja, dus iedereen mag gerust eens surfen naar www.svenmallesy.be. Ja. Daar staat alles ook. Ook mensen die bijvoorbeeld willen schaatsen of skileren, kunnen daar bijvoorbeeld de link naar mijn clubs, Inline Skating Club Eeklo en Langebaan Schaatsclub Gent vinden. En die zijn zeker welkom om eens te komen proberen. Oh, leuk. Ja. Wel, die tip die gaan we meenemen. En de mensen thuis zeker ook. Ik vond het heel fijn dat je er was. Geniet nog met volle teugen na van jouw overwinning. En op naar het volgende goud, hè? Ja, bedankt. Oké. En wij moeten er nu eventjes uit voor wat commerciële boodschappen. Maar dat is misschien maar goed ook. Want dan kan ik Sven zijn gespierde benen meteen wat beter gaan inspecteren.